Welkom terug en leuk dat je weer kijkt hier op YouTube Mensen. Vanuit Overkapping, nu even met een vestje, iets warmer. Want het wordt echt wel serieus wat cooler. En de reviews worden ook cooler. Weet je, het is allemaal gewoon leuk om te doen. Nog steeds, gelukkig. Laatst zijn wat minder reviews online geweest. Heeft zijn redenen. Excuus daarvoor als je denkt, ja, ik wil meer zien of wat dan ook. Sorry, privé dingen. Ja, die staan bij mij toch op de voorgrond. Althans, zijn bij mij belangrijk. En ik heb dus niet altijd tijd gehad om te reviewen. Daar komt wel weer verandering in. Dus niet, ik wil niet zeggen dat ik elke dag weer een review doe. Maar er mag wel weer iets bij. Want het loopt een beetje achter, zeg maar. Bier vandaag. Van serieus, een geweldige podcast. Je hebt misschien wel de unpacking gezien. Deze heren stuurden dit bier op. Die hebben ze samen gebrouwen. En ze hebben samen een podcast. Schuim der Aarde. Wellicht van gehoord? Zo niet? Ga eventjes naar de podcast Schuim der Aarde. Want het is echt waanzinnig. Echt super lachen. Die gasten hebben echt enorm veel humor. Ik luister heel graag naar. Ik luister naar heel veel podcasts als het over bier gaat. Maar ik moet zeggen, deze mannen. Die echt, de humor is mijn humor. Het is gewoon mijn humor. Dus als je nog een keer een klant zoeken, of hoe noem je dat? Een gast zoeken. Lijkt me ook een keer leuk. Weet je, niet dat ga ik mezelf uitnodigen. Nee, maar stel dat het uiteindelijk dat jullie mensen vanuit de bierwereld. Dat lijkt me hartstikke leuk. Want ik ben een groot fan. Groot fan. Reem, laat het bier zien. Here we go. Schuim der Aarde. Uitgewacht op fles. Met een QR-code erop. Ziet er goed uit. En de naam van dit bier is uiteraard Schuim de Aarde podcast. Hè? Dat is dan maar het is de Paradiso. Een ode aan Paradiso van Cinema Brewers. Oké. Okay. Het staat bij niet voor de verkoop. Dus deze hebben ze gelimiteerd voor een aantal mensen uitgebracht, denk ik. En voor zichzelf. Hij is 6% aan alcohol of zo. Dat is hun humor. Check it out. Dat is gewoon hun humor. Gewoon van ja, lekker makkelijk. Ja, maakt er niet uit, joh, als het maar lekker is. We gingen op zoek naar de Paradiso van het inmiddels gestopte Cinema Brewers. En kwamen onderweg een prachtig verhaal tegen over vriendschappen. Stille Eindjes en Jeff Bridges. Trek het bier open en luister de aflevering voor het hele verhaal. Heb ik gedaan? Daar is niet over gelogen. Ik heb hem inderdaad geluisterd en wederom. Fantastisch. En ja, volgens mij waren ze er wel over te spreken. Het is niet van, oh ja, het beste bier van de wereld. Het laatste was een uitzending over het bier van Poyala en Struiserbrouwers. As good as it gets. Nou, daar waren ze natuurlijk allemaal lyrisch over. En dat is ook zo. En heren, als jullie dit kijken, echt waar, er zijn nog veel betere bieren. En jullie zeiden, oh, dit is niet zo, ga ik je even uitleggen dat het niet zo... Er zijn zeker betere bieren, echt waar, geloof me. Maar hij is echt fantastisch. En deze vond ze volgens mij ook prima. Dus ik ben heel erg benieuwd. Er staat 6%. Er staat niet bij wat voor type bier het is. Was het niet een IPA of zo? We gaan erachter komen. Here we go. Ik ben benieuwd. Ik had hem eerder willen reviewen. Maar wat ik al zei. Privé dingen gaan toch ook wel een klein beetje voor. En, ja, dat is niet helemaal waar. Nou ja, misschien ooit in een review, dan komt het misschien een keer aan ter sprake. Maar nu gaan we dit bier doen. Allereerst de kleur. Beetje murky, murky. Donker. Donker. Het is een IPA-achtige kleur, alleen dan net even donkerder. Schuimkraag is minimaal. Witte schuimkraag. En ik zei minimaal. Dus ik ben benieuwd wat hij doet in de neus. Het staat voor de rest niet echt heel veel op. Ik heb hem wel geluisterd. Heb ik dan niet heel goed onthouden wat ze allemaal hebben gebruikt? Ik denk het. Want ik heb hem volgens mij een paar weken geleden geluisterd. Ah joh, dat is een soort mystery beer. Ja toch, volgens mij is het een IPA. Of een blond. Niet heel van de neus. Maar wat het eerst in me opkomt is een beetje... Sinaasappel. Sinaasappelgeur.
Ja, sinaasappige licht bittertje. Niet enorm in de neus dat je denkt, wow, wat een knaller. Eigenlijk zijn dat twee factoren die ik dan ontdek. Dat ga ik niet verkeerd. Alleen het is een beetje op de achtergrond, zeg maar. Dus ik ben benieuwd wat hij in de smaak doet. We gaan hem proeven. Schuim de Aarde podcast. Kijk hem alsjeblieft met een Paradiso. Cheers. Ik zei sinaasappel. Kan ook wel een beetje mandarijnachtig zijn. Een beetje mandarijntje, sinaasappel. Bittertje en afdronk. Hij had van mij in de smaak iets voller gekund. Ik merk dat hij, ik wou zeggen waterig, maar het is wel oneerbiedig. Maar het, nou ja, het is niet waterig, maar wat ik al zei, in de neus. In de neus komt hij niet helemaal ten goede. Dus in de smaak eigenlijk ook wel. De smaak zit er wel goed in. Het klopt wel. Het is niet dat je, oh, het is niet goed. Of, dat zeker niet. Hij had net even die boost moeten krijgen om zeg maar het bier tot een, nou ja, level hoger te brengen. Maar zeker geen slecht bier. Smaakt goed. Smaak zit er goed in. Alleen voor mijn gevoel, dus net even die ingrediënten nog even wat extra erbovenop. Dan was die eigenlijk voor zijn doen perfect geweest. Maar desondanks, prima bier. Lekker. En ik hoor die gasten gewoon in mijn hoofd al lachen. Want die podcast is echt geniaal. Echt waar. Ik zei het net ook al. Echt onthou. Luister die podcast. Want het is echt super leuk om naar te luisteren. Half uurtje, zoiets. Gewoon even lekker niks. Dat is het. Je vergeet eigenlijk de dagelijkse sleur, zaken. Weet ik veel waar je mee bezig bent. Het is gewoon heerlijk om naar te luisteren. Luister daarna. En niet omdat ik de bier heb. Het is echt waar. Doordat ik in aanmerking met hun ben gekomen, althans hun met mij, ik weet niet meer hoe dat precies ging. In ieder geval dacht ik, hey, die ga ik even luisteren. Ben benieuwd. Ik ken aardig wat podcasts over bier. Ze zijn allemaal leuk. Maar ik moet zeggen, deze vind ik wel echt geniaal. Gewoon lekker layback, chill, geintje ertussendoor. Het heeft eigenlijk alles. Ik vind het een mooi programma. Mooi programma. Dus even abonneren. En ook bij mij. Ik ga ermee stoppen. Nee, voor nu. Ik ga het bier opdrinken. Nogmaals, schuim de aarde, hartelijk dank voor het bier. Het smaakt echt goed. Maar wat ik al zei, ietsjes meer erin. Dan is hij goed. Ik ga hem in ieder geval lekker opdrinken. Wil je bedankt voor het kijken, liken, delen, abonneren. Ben je nu geabonneerd? Druk even op abonneren. En hopelijk zie ik jou de volgende keer hier gewoon weer op YouTube terug. Daar gaan we wel vanuit. Ja toch? Cheers.